Welkom allemaal bij weer een nieuw filmpje 1.4 Egypte geschenk van de Nijl. Egyptenaren behandelen in twee paragrafen, dus 1.4 en 1.5. Hierna komt er dus nog één. Dan gaan we eerst kijken naar onze hoofdvraag en dat is: waardoor ontstond in Egypte een nieuw soort samenleving en hoe zag die samenleving eruit? En het doel: aan het einde van deze les of van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen op welke manier de Nijl van groot belang is, dus heel erg belangrijk is, voor de oude Egyptenaren. Vorige paragraaf hadden we het erover dat op een gegeven moment was er gewoon steeds minder eten, steeds minder voedsel. De dieren die trokken weg en de mensen gingen daar achteraan. Nou, die eerste bewoners die trekken achter hun dieren aan en komen uit langs de oevers van de Nijl. Dan zou je denken, nou ja, nog niet zo heel bijzonder. Maar nu wel weten, maar toen nog niet direct, was dat de Nijl heel erg vruchtbaar was. En dan gaan we nu kijken waarom dat zo heel erg vruchtbaar was. Dat komt omdat de Nijl, de rivier die door Egypte stroomt, die overstroomt elk jaar. Als na een paar maanden het water weer zakt, dan blijft op het land langs de rivier een strook van ongeveer 20 kilometer breed. Een stukje zwarte modder blijft er dan achter. En dat is ontzettend vruchtbare slip. Dat zie je ook op deze afbeelding. Nou, eerst heb je bij 1 heb je gewoon de Nijl. Bij 2 overstroomt hij. Bij 3 is hij helemaal overstroomd. En dan trekt hij weer terug en dan laat hij op een gegeven moment een stukje modder achter waar heel goed dingen op kunnen groeien. We zien dus hier nu ook al wat groen bij plaatje 4. En dat zorgde dus voor dat je hele vruchtbare grond had. Nou, en toen de mensen daar natuurlijk achter kwamen, dan kan je je voorstellen dat er heel veel mensen naar de Nijl komen om vlak daarbij of dicht daarbij te gaan wonen. Maar ze kunnen niet heel het jaar in het begin genieten van die overstroming. Want hij is overstroomd dus maar één keer. Het gaat weer terug en het water is weer weg. Dus op een gegeven moment gaan die boeren een techniek bedenken. Hoe ze ervoor kunnen zorgen dat ze dat water iets langer bij zich kunnen houden. Dat water hebben ze gewoon nodig. Bijvoorbeeld voor hun gewas. Het is heel erg belangrijk voor de Egyptenaren. En voor het hebben van landbouw. Dus wat ze op een gegeven moment gaan doen. Is ze gaan via kanalen en slootjes. Gaan ze water naar hun akker laten stromen. Water nodig hadden voor hun gewassen. Dan lieten ze dat via kanaaltjes en slootjes naar hun akker stromen. Dit noemen we irrigatielandbouw. Dankzij deze vruchtbare slip en de irrigatie waren de oogsten ontzettend groot. Dat betekende dat er heel veel Egyptenaren waren die niet meer per se boer hoefden te zijn. Sommige mensen die gingen bijvoorbeeld een ander beroep uitoefenen en werden daardoor bijvoorbeeld pottenbakker, meubelmaker of timmerman. Zulke beroepen die heten ambachten. Nou, wat we hier ook op het plaatje al zien is dus een afbeelding van Egypte. Dat is nagetekend en we zien dus dat langs de Nijl dat er overal kleine dorpjes, steden uitgroeien. Dat er dus steeds meer mensen op afkomen. Maar dan is de vraag natuurlijk, als er zoveel mensen zijn, hoe zorg je nou voor dat Egypte op een goede manier wordt bestuurd? Nou, dat is heel anders dan dat wij bijvoorbeeld in Nederland kennen of wat wij gewend zijn. In Egypte werd Egypte bestuurd door de farao. Dat was de koning van Egypte. Hij had ambtenaren, dus mensen die hem hielpen bij bijvoorbeeld het besturen van het land. Ze schreven de wetten, de regels op, ze controleerden mensen of dat ze alles goed deden. En ze zorgden er bijvoorbeeld voor dat iedereen netjes zijn belasting betaalde. Ook hielpen deze ambtenaren met het toezicht houden op het onderhoud van dijkjes en kanaaltjes. Dat was natuurlijk ontzettend belangrijk voor de rijkdom van Egypte. Dus die ambtenaren die hadden verschillende taken om zo de farao te helpen met het besturen van Egypte. Nou, dit is wel een apart plaatje natuurlijk van vroeger en nu. Toen ik nog helemaal niet zoveel wist van Egypte, had ik altijd het idee van, nou, dat plaatje wat we links zien, dat je een hele grote woestijn hebt, dat is natuurlijk nog steeds wel, maar dat je alleen piramides ziet en voor de rest niets anders. Alleen niets is minder waar, want de piramides liggen nu dus gewoon aan de rand van de stad. En nou ja, voor mij in ieder geval was dat helemaal niet meer zo'n mooi ja, authentiek beeld van dat je echt die piramides in alleen maar een woestijn ziet. Je ziet nu gewoon ook een hele grote ja, stad ernaast. Dus de Egyptische samenleving die was verdeeld in verschillende groepen. We weten dus ook dat er steeds meer mensen zijn die meer aanzien hebben. En dit is een afbeelding van deze groepen. Nou, die kunnen we dus heel symbolisch en heel passend eigenlijk plaatsen in een soort van piramide. Dus wie het belangrijkste is, staat bovenaan. En wie het minst belangrijk is in een samenleving, die staat onderaan. Uiteraard is bovenaan de farao en onderaan de slaven. Nou, de boeren die waren eigenlijk de grootste groep. Dus er was nog steeds wel heel erg veel mensen die werkten in de akkerbouw. Die ervoor zorgden dat natuurlijk Egypte zoveel graan had om rijk van te worden. Maar die stonden wel het allerlaagste in aanzien. Dus die waren het minst belangrijk. En de belangrijkste persoon
was dus de farao, zoals ik net al noemde. En de mensen zagen hem echt als god. Nou, dat geloofden de Egyptenaren in die tijd. Als koning was hij bevelhebber van het leger en van de vloot en de baas van alle priesters en ambtenaren. Ook maakte de farao de wetten waaraan iedereen zich moest houden. Als god was de farao de zoon van de zonnegod Ra, waar je in de volgende paragraaf nog meer over gaat leren. In de les, helaas niet in deze video. En dat was de meest belangrijke en de meest vereerde Egyptische god. Heel belangrijk waren ook de hoge priesters en de ambtenaren, vaak familieleden van de farao. Want die konden bijvoorbeeld contact leggen met de goden voor de farao. Nou, nu gaan we nog even over naar die sociale piramide. Wat ik dus net al zei, de farao, hoge ambtenaren, dat waren mensen die in contact konden komen met bijvoorbeeld de goden, dat waren legeraanvoerders. Dan krijgen we soldaten, lage ambtenaren, kooplieden, handwerkslieden. Dan hebben we de hele grote groep boeren, die ervoor zorgen dat iedereen genoeg te eten heeft. En dan hebben we onderin natuurlijk alle slaven van het Egyptische Rijk. Mocht je over deze paragraaf nog vragen hebben, kun je hieronder de vragen stellen. Maar je kunt natuurlijk ook altijd terecht bij je docent. Wellicht zie ik je weer bij het volgende filmpje 1.5, wat ook gaat over de Egyptenaren, maar dat gaat over de goden en de mummies. Nou, tot dan!